Nou, ik ben Freddy Blankenstein. Sinds een paar maanden op de coördinator bij gemeente Wild. En een van de taken is leden te organiseren. Het geweldige festijn, het evenement. Veel mensen bij elkaar gebracht, veel kunst hier heen gebracht. Ik ben Frans Boot, raadslid voor D66. Met belangstelling voor kunst en cultuur. En ik word getrakteerd op hier met twee fantastische dagen in het kader van kunst. Hier gisteravond de opening. Waarin twee organisaties bij elkaar komen en laten zien wat ze allemaal kunnen op dit gebied. Ja. Is niet volop. Hartstikke veel succes. Dankjewel. Ik ben Bert Kamer. Ik hou van kunst en cultuur, onder andere van deze mooie gebied. Het prijst me gelukkig dat wij in geslaagd zijn om twee kunstenaarsverenigingen bij elkaar te brengen en manifestatie in één weekend samen te voeren. Waar vorige jaren twee weekends en verschillende weekends waren. Het is mooi weer. Er zijn hier 80 kunstenaars bezig hun werk te exposeren. Bijna 80. Maar zo ook is er 30 ondernemers hebben hun winkel en zaak opgesteld voor de tentoonstelling. Dus genieten van vandaag. Dank u wel. Grond. Ik had helemaal achter een fietsenwinkel. Zoveel moois. Ja. Hoe komt u er zo bij als fietsenman bier te maken? Dat we begonnen hier zijn, levensgenieters, en dan is het leuk om je eigen biertje te maken, eigen eten te maken. Ik ben ook een kookliefhebber. En dan ligt bier natuurlijk in het verlengde. En het aardige is, wij maken natuurlijk ook wel, alleen het aardige van bier maken is dat het resultaat sneller drinkbaar is. En als je bier brouwt, krijg je heel veel vrienden, zo simpel is het. Toch? Ja, personeel hoor, personeel is het allemaal. En is dit allemaal in het kader van de kunst? Dit is in het kader van de kunst en promotie van onze brouwerschilder wat we hebben. Heb je hem gevonden? Ja, ik ben brouwer is kunst. Ja. En wie is de kunstenaar die bij u pauzeert? Dat is Jean-Paul Nicolai, die doet bij mij de kunst en wij doen dit als een ondersteunende activiteit. Geeft u niet in ieder geval, even in de brouwerij, letterlijk en figuurlijk. En wat vraagt u nou voor één zo'n pilsje? Wat ik daarvoor vraag? Helemaal niks. Die zijn vandaag helemaal gratis te proeven en verkopen doen we het niet. Hè. Krijgen we weer last met de accijns en met de douane. Of het wordt bier zo meteen. En we drinken het onderling bij de club en we ruilen het en we doen er van alles mee. En wie bent u, de middelste meneer? Wie bent u? Dapper, voorzitter, winkeliers. En of hier van de toko. Voorzitter, winkeliersvereniging. Schrijf maar op. En vindt u het al een succes, meneer? Ik vind het ieder jaar een succes, maar ik wil wel meer bezoekers hebben. Dank u. En wie bent u? Zo'n groot succes is het nog nooit geweest. Nou, qua aanbod. Er komt maar één groter succes en dat is volgend jaar het 900-jarig bestaan van de Bild. Dat was het enige dat een ietsje groter succes dan dit, maar groter bestaat verder. En wat zit er in die pan? In die pan? Daar zit een bord in met een thee. En dat wordt bier met een. Dat wordt nog wat. Als we het zo meteen gekookt hebben met de hopjes erbij. Het ziet er een beetje uit als uiensoep. Ja, het ziet er een beetje uit alsof het al een keer gegeten is. Maar het is gewoon bier. En die drinken jullie helemaal leeg, die pan? Vanavond nog. Beloof. Oké. Mijn naam is Daan. Mijn naam is Erwijn. Mijn naam is Elsbeth. Mijn naam is Joshua.
Oh, nu komt het zelf. Nee, maar er is nog een stoel vrij naast uw vrouw. Wat is het? Meneer, er is nog een stoel vrij naast uw vrouw. Nou, ik denk als we er een hoogje.